Bij de locatie Kleine Saramaca in het district Brokopondo is een illegale goudput ingestort. Er zijn doden en gewonden te betreuren. President Chandrika Prasad Santokhi bevestigde dit in het parlement tijdens de algemene politieke beschouwingen die vandaag zijn begonnen. De informatie is nog steeds namelijk dat men in een soort provisorische tunnel bezig was goud te zoeken met een behoorlijke diepgang. En dat die opening in feite is ingestort, waardoor vele mensen dan bedolven zijn. De eerste indicatie is namelijk dat het om 10 personen gaat, maar het kan zijn dat het om meer dan 10 personen gaat. Als regering hebben we onmiddellijk hierop gereageerd door veiligheidseenheden sturen van het ministerie van Justitie en Politie, Defensie en NCCR voor eerste rescue operaties, want we weten niet namelijk of er nog levenden zich daar bevinden. Dus dat is prioriteit nummer 1, om te kijken of er nog levenden daar zijn. Tegelijkertijd starten met de bergingsoperatie. Er zal een onderzoeksteam zijn onder leiding van de procureur-generaal om dit incident ernstig en grondig te onderzoeken. Meneer de voorzitter, we kijken ook nog opties als het moet dat we bijstand vragen vanuit het buitenland. En daarvoor is de minister van Bibas, die is aangewezen om stand-by te zijn om die bijstandsverzoeken richting Brazilië te sturen als wij zelf als land niet uitkomen met onze rescue operations. En voor de rest zullen we heel intensief overleg moeten hebben met het traditioneel gezag. Teams van de veiligheidsdiensten en het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, zijn in het gebied om hulp te verlenen. Morgenochtend in het programma Mantintaki meer over het ongeval in Brokopondo.